De Vlaamse jeugd is in de ban van Twitter. Met berichtjes van 140 tekens of minder delen ze nieuws, tappen ze moppen en sluiten ze vriendschap. Sommigen gaan nog een stap verder. In Bornem nemen teams van Twitteraars het tegen elkaar op in een heus voetbaltoernooi. Wel, we hebben eigenlijk een paar maanden geleden al met een paar vrienden er gewoon het idee gehad van we moeten eens iets doen met mensen gewoon van Twitter, omdat we heel veel vrienden hebben daar. En we dachten direct aan sport. Dus dachten we een voetbalmatch te organiseren. En daar kwam zo'n goede respons op dat eigenlijk tot een toernooi is uitgekomen. Ja, dat was eigenlijk een idee van vier Twitteraars die ik ken. Ik vond dat ook schitterend. Het was nog nooit gebeurd, denk ik. Een gezellige matchje voetbal spelen, zo juist voor de blokperiode. Ik vind dat wel gezellig. Veel mensen die dat je eigenlijk, waarmee je al contact hebt gehad, dat je die eigenlijk meestal voor het eerst in het echt ziet en dat je nu samen een activiteit doet. Lekker ontspannen, wat muziek, wat drank. Ja, een beetje amusement met vrienden en nieuwe mensen leren kennen en wel sportief zijn. Lijkt me wel tof en het weer is ook ideaal. Dus ja. De organisatoren hebben er zeker voor gekozen om mensen bij elkaar te zetten die elkaar niet kennen en mensen die elkaar wel kennen. Om zo toch wel de teamspirit een beetje op te krikken. En voorlopig lukt dat overal wel vrij goed, ja. Het is een heel leuk evenement en ik denk dat iedereen daar wel, zich wel amuseert. Ik weet dat er een 60-tal spelers zijn en ik denk dat we aan de 80, 90 mensen zitten. De eerste match was een fiasco. We hebben van de hele dag nog maar één goal gescoord. Maar ja, plezier heeft voorrang op de winst natuurlijk, hè, voor ons. Ja. Ja, we hopen volgend jaar op Kiel te spelen, dat staat toch vrij. Dus daar zijn nog niet echt plannen naartoe, maar we gaan sowieso een tweede editie doen, want het is een succes dus.